Wat ik als onderzoek doe, dat is gaan kijken naar hoe elektronen, dat zijn kleine elektrisch geladen deeltjes, zich gaan gedragen in materialen. Materialen die dun zijn, die flinterdun zijn, die atomair dun zijn, omdat je dan een dikte hebt van één atoom. En het blijkt dat de elektronen in die materialen heel andere eigenschappen hebben dan elektronen in 3D-materialen. Ik ga kijken naar hoe gaan die elektronen zich gedragen. In verschillende materialen gedragen die ze op verschillende manieren. En wat gebeurt er als je die opwarmt aan één kant? Hoe gaan die gaan bewegen? Of als je daar bijvoorbeeld licht op instuurt? Maar we hebben speciaal laserlicht gebruikt dat ook gebruikt wordt in fiber-internetkabels. Als je op andere manieren je laserstraal kunt manipuleren, kan je op andere manieren internet doorsturen, kunnen dat misschien sneller gaan maken. Ik probeer altijd op zoek te gaan naar de meest eenvoudige manier om iets uit te leggen. De onderliggende fysica van de wereld. Ik denk dat het belangrijk is dat je als wetenschapper ook nadenkt over wat gaan we nu doen met hetgeen dat ik hier aan het doen ben. En welke bijdrage levert dat nu aan de maatschappij. Ik ben er wel veel mee bezig omdat ik dat belangrijk vind. Omdat ik de eer heb dat de maatschappij zegt van ja, we gaan jou gewoon de ruimte geven om je onderzoek te doen. En dat vertrouwen, ja, dan is het wel belangrijk dat je erover nadenkt van wat gaat nu het resultaat zijn. En wat kunnen mensen daar nu later ook mee gaan doen? Of hoe kan dat ja, op kleine of grote schaal mensen vooruit helpen? Zo zijn we nu aan het kijken, kunnen we diezelfde theorieën en die technieken die we gebruiken om die elektronen te gaan beschrijven, te gaan beschrijven hoe mensen in een stad bewegen, hoe dat er een soort van flows in uw stad kunnen ontstaan en hoe dat misschien bakfietsen versus fietsers versus mensen zich anders gaan bewegen. Zelfde fysica, zelfde technieken, een andere, iets grotere, macroscopische toepassing. Ik ben zeer blij met die prijs, want dat sterkt mij in het gevoel van oké, waar ik mee bezig ben, dat wordt wel geapprecieerd. En meer dan geapprecieerd, dus ik ben zeer blij.